avond. Flevolanders met goede ideeën die kunnen steun krijgen van het VSB-fonds. Om te helpen met het aanvragen van die steun houdt het VSB-fonds vandaag een digitaal spreekuur. Tussen 10 en 5 kunnen Flevolanders hun vragen stellen. Onder andere aan Brigitte Côté van het VSB-fonds. Is bij ons in uitzending. Goedemorgen, Brigitte. Goedemorgen. Ja, wat voor ideeën ondersteunt het VSB-fonds? VSB-fonds ondersteunt kunst- en cultuurprojecten. 2 aandachtsgebieden hebben kunst- en cultuurprojecten. Amateurkunst, festivals, musea en mensenmaatschappijprojecten. Projecten gericht op zelfredzaamheid en samenredzaamheid tussen buurtbewoners. Dus projecten die bijdragen aan een betere leefbaarheid in buurten of wijken. En projecten waarbij mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en daardoor beter de regie kunnen nemen over hun zijn of haar eigen leven. Nou, dat is een flinke lijst. Vandaag is dus een dagje gepland voor Flevoland. Hoe druk gaat het worden op die online spreekuren? Nou, we hebben nog wat ruimte. We hebben een aantal gesprekken ingepland. Maar omdat we nog wat ruimte hebben, vinden we het fijn dat jullie je aandacht hieraan besteden. We hopen dat mensen hierna ons gaan bellen om alsnog een gesprek met ons te hebben. Ja, en hoe ver gaat jullie hulp? Qua donatiebedrag? Daar kom ik zo op. Maar je moet eerst iets indienen om die hulp te kunnen krijgen. En juist daarbij helpen jullie om jullie eigen geld kwijt te raken. Klopt, ja. We hebben natuurlijk een donatiebeleid. Hè. We steunen niet alle initiatieven. En daarom is het altijd goed om van tevoren contact met ons te zoeken. Zodat wij kunnen kijken of een initiatief bij ons past. En als dat het geval is, met mensen in gesprek te gaan en kijken of we misschien nog tips kunnen geven hoe een aanvraag bij ons in te dienen. Oké. Nou, en want een aanvraag is natuurlijk heel veel werk en het is jammer als we dan vrij snel tot de conclusie moeten komen, het past niet en de aanvraag is voor niets gedaan. Ja, nee, dat is zonde natuurlijk. De bedragen, we noemen het dan, maar om wat voor bedragen gaat het? Ja, je kunt bij VSB-fonds elk bedrag aanvragen. Maar ik zelf behandel de aanvragen van 0 tot en met 50.000 euro. En als je het hebt over kleinere initiatieven, bewonersinitiatieven, dan zijn de aanvragen die doorgaans bij ons worden gedaan tussen de 5.000 en 10.000 euro. Oké, maar het kan dus ook nog wel boven die 50.000 euro uitgaan? Ja, dat kan ook. Alleen dan zijn andere collega's die aanvragen behandelen. Oké, dan moet weer een andere handtekening onder. Ja, zeker. Zeg, Brigitte, de VSB, dat doet me denken aan een bank van toen. Hoe is dat fonds in de tijd ontstaan? Het is destijds ontstaan vanuit de VSB-bank. Oh ja. Wij waren lange tijd aandeelhouder van de VSB-bank. En met het dividend van de aandeelhouder konden wij kunst- en cultuurprojecten, mensenmaatschappijprojecten ondersteunen. Ja, en dat al heel wat jaren. Ja, dat is inmiddels moet ik even denken hoor, 1990. Is het fonds opgericht. Oké, kijk eens aan. Nou, je zei het al, hè, er is nog wel wat ruimte. Er zijn wel gesprekken ingepland, maar er kan nog wat bij dus. Mensen die dit horen en die denken van, dan wil ik wel even contact hebben. Wat moeten die doen? Die kunnen het beste even bellen met ons algemene nummer. Dan worden ze wel doorverbonden. Contactgegevens staan op onze website. Oké, gaan we dat erbij zetten op onze website. Dankjewel voor de toelichting. Ja. Oké, Brigitte Côté. Brigitte Côté van het VSB-fonds.